Hallo allemaal en welkom terug bij Saints Row 4. Een kerstspecial ding. Waarom de fuck loopt die vrouw zo raar? Waarom sta ik in... What? Oh nee, dat was jij, oké. Fuck yeah. Dus het was gecrashed zoals je in de vorige video hebt gezien. We gaan nu lekker verder waar we waren. En we gaan lekker poepjes doen. Lekker knallen met die ballen. Yay. Stefan is er ook nog steeds. Ik heb... Ja, hi, ik ben er nog. Laat je al stoppen met mij te rammen. Ik raak je niet. Holy shit, kijk die dildo van die vrouw dan. Zijn dildo volgens mij zijn dildo, kan niet anders zijn. Wat moeten we doen? Crush Rebellion? Stop dan nou eens mee. Je staat op een swarmen, Daniel. Doe normaal. Jij mallert jij. Oh, wat doe ik nou? Dok. Oké. Nou, heel net. Woe, yay! Serieus, we hebben het zo... Oké. We hadden het dus eigenlijk wel al gehaald, maar dit is echt bullshit. Maar goed, niks aan te doen. Oh, ik ga te ver. Ik wil ook een slecht. Daniel, ik wil rijden! Nee, maar we gaan weer naar binnen. Hey! Oh, nee. Ik wilde rijden. Oh, nice. Volgens mij ga ik rijden. Moet je mij niet vergeten, Daniel? Ik zit hier. Oh, doei. Spitten. Woe. Je bent wel achtergebleven bij kerstdorp. Nice. Maar welkom. Fijne tweede kerstdag, iedereen. Is dat nu eerste kerstdag? Dat kun je donderdag en vrijdag doen, toch? Ja, joh. Dan is vrijdag de eerste kerstdag. Dus is dit de eerste kerstdag? Nee, dit is de tweede kerstdag. Vrijdag is eerste kerstdag. Ja, dus dit is zaterdag. Deze upload op zaterdag. Ja, maar als we dit nou anders doen, dan kunnen we deze op vrijdag doen. Waarom? Waarom niet? We gaan een kerstspecial niet een dag voor kerstdag doen. Tuurlijk wel, joh. Dat is niet zo dom. Ga nou even door, Daniel! Ik ben er mee bezig! Langzaam een gedoe de hele dag. Jij moest mij nog iets laten zien. Even naar de simulatie gaan. Nee. Eerst naar de simulatie gaan, jij moest me wat laten zien. Ik kan... Dinosaur! Waar gaan we alleen spawnen? Dat is de vraag. Nou, gewoon daar waar we staan. Maar ik weet niet, waar is dat? Ik spande op het rechtereilandje. Volgens mij ben ik daar dan ook niet, toch? Ik hoop het voor je. Als jij nou even je homies erbij haalt. Homie! Oké. Ik ga kijken hoe dat ook weer moest. Die? Phone. Super, ik heb te veel homies. Hey, ik heb ze niet meer. Oh, toevallig. Hey, nee, ik had hem serieus. Misschien omdat jij die missie nog niet hebt gedaan, kan het niet. Bullshit. Oh ja, ik heb hem al. Nee, Dat is geen dinosaurus, dat is een man in een dinosauruspak appeltaart. Maar ik had serieus wel de dinosaurussen. Bullshit. Oké, laten we weer verder met de missie gaan. Ik geloof er echt geen kut van, man. Ik zweer het, ga die missie Enter the Dominators doen, Daniel. Bullshit. Dat slaat nergens op, maar weet je wel. Ik kom eraan. Oh, kijk, dat is nog beter. Service. Oh, gekke Klaas. Malle Sinterklaas toch ook. Bla bla bla. Oh, mag ik vliegen? Mag ik rijden? Mag ik vliegen? Mag ik vrij? Yes. Nice. Ben je ook aan het vliegen? Jazeker, waar moeten we eigenlijk heen? Ik heb je opgelet, hoe kon je sneller vliegen? Wat? F vlieg je sneller. Yes. Wat? Je kan cadeautjes schieten met de rechte muisknop. Nice. Oké, ik ga naar deze hier. Careful. Claws even turn the weather against you if you fly too high. Oh, je moet die cadeautjes moet je in die dingen gooien. Oh, ik ben gecrashed. Serieus? Ja, hoezo? Gecrashed? Oh, ik dacht dat je game gecrashed was, maar dat is niet je game. Toch? Nee. Ik schiet er maar ik zie niet waarop. Op die huizen.
Ja, met wat? Met mijn linker of mijn rechter? Rechtermuisknop. Met die blauwe moet je dus die cadeautjes opgooien, dus met je rechtermuisknop. En die rode moet je met de linkermuisknop opgooien. Oké, ik moet huis in de fik zetten, man. Serieus? Ja. Ik moet gewoon cadeautjes opgooien. En dan komt er iets groens uit. Nice. Ho, 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 ho. Nee, ik moet serieus, bij mij staat er ook een vlammetje boven daar, dus. Ja, dat is eentje dat ik dat moet doen, maar de meeste moet ik gewoon blijheid geven, zeg maar. Auw, dat doet pijn. Nee, ik moet het huis in de fik steken en dan komt er grote horns komen er dan uit van die nice. Rendierhorns. Nice. Oh, hey, wacht, ik moet er hier eentje ingooien. Ja, dan moet je gewoon het huisje bombarderen met rechtermuisknop. Bombarderen! Is er nog eentje? Dat is helemaal niet, die heb ik net gedaan, klootrommel. Ik word een beetje beschoten, ik zie er niet waar vandaan. Ja, vanuit de lucht. Dat mag niet uit. Oh, hallo, hey meeuw. Oké. Wat moet je doen? Ja, ik zie hier echt dik te struggelen, joh. Niet normaal. Gewoon linker muisknop op die dingen die je in de fik moet zetten, hoor. Dat is niet zo moeilijk. Ja, dat is niet zo moeilijk, nee. Maar ik zit nu... Ik kan maar een paar cadeautjes tegelijkertijd schieten. Die gewoon, nou, valt best mee. Oké, ik heb mijne gehaald. Ik heb mijne ook. We hebben nog eentje te gaan. Woesh. Ik moet nog 1000 meter, en jij? Is 800 meter. Nee. Bij mij wordt het opeens heel pixelig. Oh, omdat ik te hoog ben. Ja, te hoog bent, yep. Dat wou ik net zeggen. Oh, oké, vandaar dat ik net dat ik dik zat te struggelen, omdat ik veel te hoog was. En dus niet zo goed zag. Heel te high. Holy shit, dat zijn veel dingen dat we moeten hier doen. If you're naughty, you know it, here's some coke. Boom, boom, boom. What, if you're naughty, you're some coke? Yeah, that's what I'm saying, boy. Boy. Teamwork! Woop woop! Waar is die cadeautjes nu? Daar is die, dat is rechter onder mij. Hebben we goed gedaan! Hebben we goed gedaan, Stefan? Jazeker, maar hebben we nou serieus de stoute kinderen hun huis in de fik gezet? Is dat wat we deden? Nee, ja, technisch gezien is dat de roe, hè, weet je wel. Alleen, okay, alleen dus gaan ze dan dood. Dus Amerikanen geloven wanneer je stout bent voor de kerstman, dan wordt je huis in de fik gestoken. Ja, nou ja, ik bedoel van, als mijn ouders hadden gezegd vroeger van, nee, de zwarte pieten die ontvoeren je, steek je huis in brand, vermoorden je ouders, ik zou niet stout zijn, hoor. Ik zou garandeerd stout zijn als het om mijn ouders ging, maar dat zijn ze thuis. Oké, maar dat ben jij. Oh, wat de fuck gebeurt hier nou allemaal? Daniel, je bent neergestort. Ja, dat klopt. Ik niet, ik vlieg. Boobs! Ik vlieg. Je vliegt helemaal niet, wil jij nou? Ja, ik ben net als uitgestapt. Shield still up. How can we fix that? The spirit is stirring, but this city leans heavy on the naughty side. What moeten we doen? Like the different symbols of the season, and maybe these people will come around. Ik heb een cluster opgepakt. Light camera. Oh. Oh. Oh, wat doe jij nou? Ja, ik verkeer knopje, rustig. Wat doe jij? Hoppa. Boom. Wat moeten we doen? Ah, dan moet je dat aan de andere kant ook doen. Eens even zien. Wat was dat? 1? 1, ja. Nou. Goed gedaan, jongen. Nice. Woe, goed gedaan. Wow. Happy Hanukkah. Als jij dit. What the fuck? Als jij die ding eventjes doet, ben je een jood trouwens? Nee. Oh, had gekund toch? Waarom ben ik geen jood? Waarom zou ik een jood zijn? Oh, je bent christelijk, hè? Ja. Ben jij dat? Ja. Oh. Het had gekund dat je joods was, toch? Er is niks mis mee. Waarom ben jij niet normaal? Dat ik autistisch ben. Dat is vrij simpel, toch? Mijn auto. Ik ga niet mijn duurste verdiende kogels. I'm sick and tired of how everyone takes it for granted that I'm always going to hack this. Attack shield. Or nowhere to go and what to do next. Did I ever get a bonus or some gift for doing all this for you? No. Dan moeten we volgens mij gewoon op schieten, hoor. We kind of gave it to you. Oh. Yeah, I guess you did. Well, never mind then. What about you, Pierce? You always complain about something. Let's hear it. Nah, I'm cool. Wait, what? Really?
Oh, ik ga door. Ik doe maar niet uit, boeien. Cool. Dus, waar moeten we nou aanvallen dan? Ik heb geen idee. Volgens mij moeten we gewoon op schieten, maar... Ja, er zijn te veel vijanden om ons heen. Dat idee heb ik ook, want ik ga nu dood. Oh, ik, zie je de... Grab presents, woe! Cadeautjes, yeah! Oh, hallo. Waar moet ik er eens heen brengen? Geen idee, gek. Hier ergens. Wat gebeurt er allemaal? Geen idee, waar ben jij? Dat maakt niet uit. Oh, wil ik... oh, wacht even. Oké, even een tipje van de week. Als je... je moet echt geen lightning aan hebben staan als je cadeautje pakt. Want dan maak je de mensen waar je hem heen moet brengen, maak je kapot. Oh, dat is niet de bedoeling. Lightning? Ik bedoel je lightning. Lightning op je grab aanval. Kan dat? Ja. Ik wist niet dat kon, kijk. Ik wist niet eens dat dat kon. Wat gebeurt er allemaal? Ik moet even wat HP'tjes erbij zien te krijgen, want ik wil de hele tijd zo'n heel kut. Hoe geef ik iemand een cadeau dan? Moet ik eens aanlopen? Ja, maar hij pakt hem niet aan, deze man. Ja, dan krijg ik hier geen cadeau meer. Moet je gewoon tegen ze aanlopen met het cadeautje. Think it's cheer, but you cannot see. All of these people now serve me. All of these people now serve me. Zo irritant dat ik de hele tijd aangevallen word, hè? Dus, misschien moeten ze eerst even, zullen ze eerst even doodmaken? Ja, kan. Oh, dat is ook de politie. Waarom is de politie op brand aan het schieten dan? Hier. Oeh, level. Nice. Hup, doe het. Boom. Nee, optieven. I hope you've been good. Oké, ik ga eerst even wat mensen doodmaken. Ik ben nu zat. Is goed, man. Hey, kijk. AUB. Oeh, oh. Get wrecked, bitch. Look out in wonder. Here comes Claws to tear you asunder. Asunder. I did it! Yay! We hebben het gedaan! Oh, hallo. Klaas, ik call dibs op Klaas. Oh, die dude heeft heel veel HP, dat je het even weet, hè? En in totaal geen damage namelijk. Oké, misschien moeten we eerst even wat er omheen vermoorden, want ik heb bijna geen HP meer op zich. Yep. Dus ik ga even hier wat... ik ga kill deze man. Yo, ik kan hem oppakken. Ik heb kistjes gift. Waar moet ik heen? Waarom kan je niet oppakken? Tegen hem aan, moet je tegen hem aanrennen daarmee. Met kistjes gift? Ja, je moet het deliveren aan hem. Ik ben hem kwijt. Ik ben kistjes gift kwijt, ik ben alles kwijt. Ouch, dat waar is die gast? Oh, hier. Ik ben eventjes wat HP aan het pompen, moet ik zeggen, want... Oké, ik moet even wat HP scoren. Dat had ik net ook. Waarom pakt hij hem niet? What the fuck, waarom pakt hij hem niet? Had hij dat bij jou net ook? Ja. Maar toen pakt hij hem uiteindelijk wel? Ja. Oh, maar hallo. Oké, ik heb even wat HP. Ik zie hier nog eentje, die ga ik wel verhalen. Godverdomme, waarom pakt dat ding hem? Godverdomme. Ah! Zit je wel bij de goeie, hè? Wat hè? Zit je wel bij de goeie, hè? Ja. What the fuck? Oké, pak hem. Oké, ik duw hem tegen hem aan, maar... Hij pakt hem niet, hè? Had ik ook mee, met een domme reden. Stom spel. Kan je ook schieten? Ja, oké. Okay. Je moet gewoon nog een keer op Q duwen om hem weg te schieten en dan pakt hij hem wel. Dus dan dat je hem recht tegen hem aangooit, dat moet je doen. Oké. Ik gooi hem recht tegen hem aan en hij... Maar dat is niet de goeie, je hebt niet de goeie. Dit is de goeie, die recht voor mijn neus staat. Oh, waarom gebruik je hem niet dan? Omdat ik aan het recharger ben, jammer genoeg. Gooi hem, boe! Hoppa! Nee. HP, ik pak het. Ah, oh, man, ik wil die HP hebben. Fuck yeah, you! Fuck you, Dolphin! Fuck you, Will! Oh, holy shit, dat was echt een dick punch van hier tot Tokyo. Nice. Boom! Oh!
Rip hem. Yay, we hebben kerst gered. Woo! Of was het Sinterklaas? Sinterklaas, man. Boom. Allerbaan. Wow, een pik op de piek op de kerstboom. Een pik op de kerstboom, yay. Yay, peebles, wat? Wow, homo. Ja, je mag best een homo zijn, daar is niks mis mee, maar... Niet bij jou in de buurt. Zolang je hem niet in mij stopt, vind ik geen probleem. Hey, heb ik dat verhaal verteld over mijn goede vriend John, die een keer seks had met een meid? Nee. Nou goed, John is altijd heel erg tof over zichzelf. Wat loopt hij nou vast? Hij loopt vast bij mij. Bij mij niet, ga maar verder met je verhaal. Nou, dat hij altijd zo vreselijk goed is en seks is en zo. Mm-hmm. En nou ja, goed. Dus toen bleef hij een keer met zijn vriendin bij Marcel slapen. En toen, het enige wat Marcel toen hoorde, was 3 minuten lang gekreunen en toen was het over. Dus de volgende dag vroeg Marcel aan John van, of je wel eens zo'n grote bek, maar presteren, homaar, weet je wel? Dus toen, toen zei Marcel, of toen zei John van, nou, het ging eigenlijk zo, we waren keihard seks aan het hebben en ook echt op de meest harde manier dat je kan verzinnen. Ja. Alleen, toen prikte ik hem er per ongeluk langs en toen kwam hij in de anus. What the fuck, man. Ja, dat deed zeer. Hey, maar ik zie nu de eindcutscene niet. Ik wel. Dus als je me graag wil zien, dan kan je uit mijn video kijken. Sinzo reageert niet meer. Bij mij zijn ze nu eten aan het. Ze zijn heel blij. Holy shit, dat ziet er niet gezond uit. Hey. Oh, dit is niet leuk! Ze zijn allemaal zo blij nu! Yay! Ga je nu echt serieus Bullet Heaven 2 opnemen, Stefan? Nee, dat, hij is een Idol Master aan het doen. Maar is er nu nog een missie dan, of is het de laatste? Ik weet niet, het is een kerstliedje op dit moment. Maar het moreel van het verhaal is dat John een leugenaar is en... Nee, John is geen leugenaar, hij heeft gewoon niet zo goed in seks. Dus hij is een leugenaar. Die moeder is een leugenaar, ik denk. Wow, hey, wow! Oh man, ik moet echt fucking veel opnieuw doen. Hoezo? Ja, omdat hij dus vastliep en ik opnieuw opstartte. Tja, waarom zou je dat opnieuw doen? Omdat ik nu de bonussen niet heb die je ervan krijgt. Oh... Ik skip het, maar het zal wel goed zijn. Eens even zien. Homie close. Nice, we hebben close nieuws, homie. Oh nee, hij heeft hem wel, denk ik. Ja, ik kan gewoon verder. Ik kan gewoon verder. Mooi. Moet je me even joinen als je wilt, tenminste. Maar we zijn nu klaar. Nee, we moeten nog een missie. Ja, bullshit. Of niet? Oh nee. Misschien ook niet, ik weet het niet meer. We hebben nu letterlijk alles gekregen, dus we hebben in ieder geval kerst gered. Yay! Nou heb ik die... Woe, we hebben het gedaan! Dan hoop ik dat jullie deze twee video's leuk hebben gevonden. Ik heb het wel leuk gevonden om weer Sinzo te gaan spelen. We gaan Get Out of Hell... Misschien hebben die al uitgespeeld tegen de tijd dat deze video online komt. Misschien ook niet. Maar daar gaan we dus in ieder geval mee verder. We gaan ook nog een keer Sinzo 2 spelen, toch Stefan? Met Daniel. En waarschijnlijk nog een keertje Saints Row 3 en Saints Row 4 opnieuw doen, maar dat komt... Daniel, ook. Ik moet de missie opnieuw doen! Ja, maar dat ga je toch niet op video doen, kut? Oké, okay, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video vonden. Fijne kerst. Ik hoop dat jullie niet sterven, want dat is heel kut met kerst. Doei!